Dit is les, maar men is snel. Men is snel gaan zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 5 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we som 28 en misschien 29 uit het boek. Dat is een mooie lineair programmeersom. Dus laten we even kijken naar het bord. Oké, nou. De leerlingen hebben natuurlijk allemaal al gelezen. Het gaat om stoelen en banken. En er zijn 3 afdelingen. En die hebben een bepaalde beperkingen. En daar moeten we een tabelletje van maken. Dus laten we het tabelletje maar even maken. De stoelen geven we aan met de letter X. En de banken geven we aan met letter Y. Of met variabele Y. En op de constructieafdeling kost een stoel 6 uur. En dan verder heb je ook nog de bekledingsafdeling en de afwerkingsafdeling. En dan in de tekst staat dat zo'n stoel kost 6 uur werk op de constructieafdeling, 2 uur op de bekledingsafdeling en 1 uur op de afwerkafdeling. En voor de banken geldt hetzelfde, maar dan met andere getalletjes, namelijk 3 uur op de constructieafdeling, 6 uur op de bekledingafdeling en 1 uur op de afwerkafdeling. Dus de aantallen, hè, als je x stoelen hebt, heb je 6 keer x uur nodig op de constructieafdeling, 2 keer x uur nodig op de bekledingafdeling en 1 keer x uur nodig, dus eigenlijk gewoon x, op de afwerkingafdeling. En voor de banken geldt hetzelfde. 3i, 3i, 6i en gewoon i. Ja? Oké, nou, dan zeggen ze verderop in de tekst, ja, er zijn 96 uur beschikbaar op de constructieafdeling. Dus er is een eis, zeg maar, iets wat je wil. Dit moet maximaal 96 zijn, samen. En op de bekledingafdeling heb je 72 uur beschikbaar, dus dit moet maximaal 72 uur zijn. En op de bekleding of de afwerkingsafdeling heb je maximaal 18 uur beschikbaar. Oké. Nou, verder is er ook nog winst. En de winst moet natuurlijk maximaal zijn. En hoeveel winst maak je op een stoel? Nou, dat is 640 euro. Dus per stoel, dus dat is 640x in totaal. Sst. En op een bank maak je 560 euro winst. Dus in totaal 665 keer i. En dit moet maximaal zijn. Dit wil ik maximaliseren. Nou, dit is de probleemstelling. Ja, dus ik heb een fabriek. Ik heb hier beschikbare dingetjes, tijden. En nu wil ik weten hoeveel stoelen en hoeveel banken moet ik maken om maximale winst te maken. Oké, nou, hoe los je dat op? Je gaat eerst opmerken dat je ook niet minder dan 0 stoelen wil maken. En ook niet minder dan 0 banken. Dat is een beetje flauw. Maar dat zijn extra beperkende voorwaarden. Dus dit is een beperkende voorwaarde, die en die. Dit zijn ook beperkende voorwaarden. En dit hier, dat is niet een beperkende voorwaarde, maar de doelfunctie. Dat is het ding waarvan je wil dat het maximaal is. Dan moet je dit gaan tekenen. En zoals je ook in het boek ziet op pagina 150, ze hebben niet alle uiteinden van die lijnen getekend. Wat ik normaal tegen jullie zeg is, nou, je moet gewoon x0 stellen, dan bereken je y. En y0 stellen, dan bereken je x. Dan krijg je de uiteinden van die lijnen. Maar kijk, laten we even kijken naar deze lijn. Die loopt van 18,0 naar 0,18. Dus als we ons gebiedje wat we gaan tekenen nou gewoon eventjes 18 groot maken. Dus dit is 18, 16, ik neem stapjes van 2, 14, 12. En dan gaan we wel nadenken hoe we die andere lijnen er dan in moeten tekenen. Maar dat is veel efficiënter met papier dan dat je dat hele gebied gaat tekenen. Want dan heb je grotendeels gewoon niks. En dat is saai. Dus hier ook 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. En dan kunnen we de beperkende voorwaarden van de afwerkingsafdeling alvast tekenen. Die loopt namelijk zo. Oké. Goed. Dus even opschrijven. Die gaat door 18,0 en 0,18. Goed, nou deze, kijk, als i 0 is, dus dit gaat over a, over c. Als i gelijk is aan 0, dan is x gelijk aan 96 gedeeld door 6, dus dat is 16.
Nou, die kan ik prima tekenen, die zit hier. Maar als x 0 is, dan is y 32. En die 32 heb ik hier niet. Dus, oh nee, wat moet ik nou doen? Nou, in plaats van dat ik y gelijk ga stellen aan, of x gelijk ga stellen aan 0, kan ik x natuurlijk ook gelijk stellen aan 8. Dus dan zeg ik, nou, weet je wat, x is 8. Wat is y dan? Dan krijg ik als vergelijking 6 keer 8 plus 3 keer y is, dat is een y, is 96. Nou, 6 keer 8 is 48, 96 min 48 is weer 48, dus 3 keer y is 48. En dat betekent dat y gelijk is aan 48 gedeeld door 3, ofwel 16. Dus bij x is 8 en y is 16, zit ook een punt van die lijn. En nu kan ik hem gewoon helemaal tekenen. En ik hoef niet te weten waar die door de y-as gaat, want dat is veel te ver weg. Dus dit is de constructie afdeling C. Hetzelfde doen we voor de bekledingsafdeling. Als je x gelijk stelt aan 0, dan kan je y wel uitrekenen. Dat is 72 gedeeld door 6, dat is 12. Dus die zit hier. Maar ja, als je dan y gelijk gaat stellen aan 0, ga je hier heel ver die as op. Dus wat gaan we doen? We gaan y gewoon gelijk stellen aan 6. Dus dan zeggen we, nou, y is 6. Dan krijg je dus 2 keer x plus 6 keer 6 is gelijk aan 72. 6 keer 6 is 32. 32 aan de andere kant, dan krijg je 72 min 36. Dus dan krijg je 2x is 36. Ofwel, x is 18. Ja. Oké, dus als y is 6, dan is x 18. En dan krijg je dus deze lijn. Dit is de lijn die hoort bij de bekledingsafdeling. Nou, verder is het allemaal kleiner dan, kleiner dan, kleiner dan. Hè. Het moet maximaal iets zijn. Dus je kan laten zien dat het toegestaande gebied ligt aan die kant van lijn B, aan deze kant van lijn A en aan deze kant van lijn C. Verder moesten ze die x en die y ook nog positief zijn. Dus dan moet je ook nog aan die kant zitten van de y-as en aan die kant van de x-as. Dus het toegestaande gebied is dit. En dat zal ik even heel kort aangeven, even met zo'n dingetje zo. Oké, is het tot nu toe het volgen? Ja? Fantastisch. Dus ja, hier ook. En dat hele gebied. Nu hebben we bijna de hele som gedaan. Maar nu moeten we nog eventjes kijken van, ja, maar waar is die winst nou maximaal? En dat moest met isolijnen. Dus laten we maar eens een isolijn tekenen. Kies een leuk punt. Nou, ik vind dit een leuk punt. En ik ga de isolijn tekenen door dit punt. Door x is 6 en y is 4. Bij 6,4 is de winst gelijk aan 640 keer 6 plus 560 keer 4. Nou, dat moet ik met mijn rekenmachine doen. Dat kan ik niet uit mijn hoofd. Jullie misschien wel, maar ik ben een rekenmachine generatie. 640 keer 6 plus 560 keer 4 geeft een winst van 6080. Maar dan moet je ook nog een ander punt weten waar die ook 6080 is. Dus dan ga je die vergelijking weer terughalen. Zeg je van, nou weet je, 640 keer x plus 560 keer y is 6080. Nou, laten we even doen alsof y gelijk is aan 0. Dan is x gelijk aan 6080 gedeeld door 640. En dat kunnen we ook uitrekenen. En dan komt uit 9,5. Oh, dat is best wel een mooi antwoord, vind ik. Dus die gaat door y is 0 en x is 9,5. Nou, 9 zit hier en 9,5 zit op de helft. Dus hier gaat mijn isolijn doorheen met een winst van 1080. Oké, en die isolijn, nu ga ik een kunstje doen wat jullie niet zien, maar wat wel belangrijk is. Ik ga die isolijn nog een keertje tekenen. Ik zeg, maar meneer, wat heeft het voor zin? Nou, dat komt zo. Oké, dus nu heb ik één isolijn. En nu wil ik nog weten of de winst toeneemt als ik naar die kant ga of niet. Nou, die natuurlijk neemt de winst toe als je meer stoelen produceert, maar je moet het even laten zien. Dus dat gaan we dan doen. Dus hier is de winst 6080. Zullen we dan ook even eentje doen bij dit punt?
kijken wat de winst hier is. Dus 10,4. Dus nu neem ik het punt 10,4. De winst is 640 keer 10 plus 560 keer 4. Nou, dan moeten we even aan de rekenmachine vragen. 640 keer 10 plus 560 keer 4. En dan komt uit 8640. En de vraag is even, ja maar meneer, hoe moet ik de ISO-lijn dan tekenen? Moet ik dan weer een punt gaan zitten berekenen? Nou, vorige les heb ik dat zitten doen. Dat is helemaal niet nodig. Want je kunt die ISO-lijn gewoon evenwijdig opschuiven. En ik kan dat op mijn computertje doen. Maar jullie kunnen dat op je... zie je dat ik hem heb gepakt? Zie je dat ik hem opschuif? Ja. Ja, ik weet dat hij evenwijdig is. Hij moet door dat ene punt, dus dit is hem. En deze lijn, daarbij hoort een winst van 8640. Dat moet ik nog even opschrijven. Ai, sorry. Ja, beter. Dus dit is een winst. Nee. Oké, nog een keer. Winst van 8640. Oké, dus ik weet dat de winst toeneemt als ik die kant op ga. Wanneer is de winst nou maximaal? Nu komt het. Ik ga die lijn pakken. En ik ga kijken wanneer die uit mijn toegestane gebied schuift. Dus ik schuif hem op. Ik schuif hem op. Hij zit keurig in mijn toegestane gebied. Ik schuif hem nog wat verder op. Schuif, schuif, schuif. Hij gaat er hier een beetje uit, maar dat is niet erg. Hij zit er nog in. Dan gaat hij bij die 16,0, gaat hij er hier uit, zie je dat? Maar hij zit er nog steeds in. Het laatste punt waar hij in mijn toegestane gebied zit, is hier. Zie je dat? Dus hier is mijn winst maximaal. Mooi, hè? Dus je tekent de isolijn, je kiest een ander punt, dan schuif je de isolijn op. Dan weet je welke kant je op moet schuiven om een maximale winst te hebben. En dan schuif je hem nog verder op totdat hij uit je toegestane gebied gaat. En het laatste punt waar hij in je toegestane gebied is, daar is je maximale winst. Dus nou hoeven we alleen nog even dit punt te berekenen. Nou, hoe moet dat? Dit is het snijpunt van lijn A en lijn C. Dus nu moet ik een stelsel gaan oplossen met lijn A en lijn C. Dus dat ziet er als volgt uit. Even zo. Lijn A was x plus y is 18. Oké. Okay. En lijn C dat was 6x plus 3y is 96. En nu ben ik niet geïnteresseerd in de ongelijkheid, maar gewoon in de lijn zelf. En dan moet ik het stelsel oplossen. Nou, wat doe ik dan? Ik ga zorgen dat de coëfficiënt van x of van y gelijk wordt. Het makkelijkst is die van y, want dan hoef ik het alleen maar met 3 te vermenigvuldigen. Dus die doe ik keer 3, die doe ik keer 1. Dan krijg je 3 keer x is 3x. 3 keer y is 3y. En 3 keer 18 is 54. Vast wel, hè? Nou, en deze hoef ik niet te vermenigvuldigen. Doe ik gewoon keer 1. En als ik dit van elkaar afhaal, dan gaat de y weg. Dus dan krijg ik hier min 3x is 54 min 96. Is iemand goed in hoofd rekenen? Nou, in ieder geval niet snel genoeg. 42. Min 42 natuurlijk. Dus x is 14. Hè? Klopt dat? Ja, ik heb het niet zo... Ja, nou, ik had het dus mooier kunnen tekenen. Dat zou dus bij 14 moeten zitten. En wat is y dan? Nou, kijk, x plus y is 18. Dus dan is y gelijk aan 4. Dus bij x is 14 en y is 4, heb ik in mijn rare stoelenbankfabriek een maximale winst. Yay. Oké. Okay. Op welke afdeling worden niet alle beschikbare uren gebruikt? Nou, dat is afdeling B. Want je zit ruim onder die lijn van afdeling B, zie je dat? Dus hier zijn de maximale uren van afdeling B, dat zijn er 72. Maar ja, ik heb er maar zoveel. Dus hoe zit dat op afdeling B? Even uitrekenen. Bij afdeling B hoorde... 2x plus 6y. Oké. Okay. Sorry? Je vroeg iets. Oh, 2x plus 6y. Nou, ik heb een x en een y uitgerekend. Dus ik doe 2 keer 14. Plus 6 keer 4. Uh,
Dus nou, even uitrekenen. En dan zegt hij, dat is 52. Dus nou, ik had 72 uur, dus is 20 uur over. Yay! Nou, en bij som 29 moet je even een andere isolijn tekenen en dan weer schuiven en bij B ook weer. En dan doe je eigenlijk precies hetzelfde wat ik nu doe. Dus wat vinden jullie hiervan? Zijn hier nog vragen of opmerkingen over? Was het een beetje duidelijk? Oké, dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag! Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.